Dus hij heeft een vriendin gebeld, omdat ik hem appte hierover. En zij zei ook, maar wanneer was het dan? Dag dames en heren, welkom bij In de Bladen. En ja, wat staat er deze week in? Tot 3 keer toe onze koningin, Maxima. Mm-hmm. Ze zou ziek zijn en ja, niet zomaar een griepje hebben. Nee, we gaan het niet heel erg uitgebreid behandelen nu. Want eigenlijk alles wat er in deze bladen staat, dat weten we al. Ze kampt waarschijnlijk met een darminfectie. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. En ze heeft gewoon een paar werkbezoeken heeft ze moeten afzeggen vanwege die onderzoeken. En meer is het eigenlijk op dit moment niet. Ja, afwachten en hopen dat ze snel beter wordt. Precies. Ja. Waar we het wel over gaan hebben is ja, toch wel een markant figuur uit het best bekeken televisieprogramma van Nederland, Boer Zoekt Vrouw. 3 miljoen mensen, hè, iedere week. 3 miljoen kijkers. En dan heb ik het natuurlijk over Boer Marnix. Mm-hmm. Hij zou een brunette in vervoering brengen en niet een van de deelnemers. Nee, Story heeft op de voorpagina hebben ze staan. Deze vrouw met kind brengt Boer Zoekt Vrouw Marnix wel groot geluk. Ja, daar hangt natuurlijk heel veel in. Wie is het? Is het Janneke? Is het Bertine? Ja, Bertine heeft geen bruin haar. Maar goed, we weten het niet. En dan open je het blad en dan ben je toch, tenminste, ik was al een beetje teleurgesteld. Want ik hoopte dat ik hier nu eindelijk erachter zou komen wat mijn favoriete boer doet. Terus van om de hoek. Terus van om de hoek. Nee, ja, het is gewoon zijn zus. Ja, zijn zus. Okay. Ja, zijn zus komt iedere zoveel dagen bij hem langs met haar zoontje. Jesse. Ja, legend. ja, nee, en meer is het gewoon niet. Oké, wat een domper moet ik zeggen. Ja, we moeten toch echt tot december wachten tot we weten of Marnix zijn liefdesgeluk heeft gevonden. Spannend. Zo spannend. Ja, en waar boer Marnix zijn vrouw achter op een paard door de branding neemt zitten Martijn Krabbé gewoon in een landrover met zijn grote liefde. Zo normaal gebleven. Ja, hij heeft trouble in paradise, al dus de privé. Wat is er aan de hand? Ja, nou. Privé heeft een paar foto's gemaakt terwijl zij in de auto zitten. Ze kijken daarbij niet extreem blij. Ze lopen de auto uit, daarbij kijken ze ook niet extreem blij. Ja, en dan hebben ze ruzie. Tenminste, dat constateert Privé. Ze schrijven ook nog op van, zouden ze misschien zo ongelukkig kijken omdat de parkeerkosten in Amsterdam zo hoog zijn geworden? Nou, ik vond het... Zijn wel creatief. Zeker. Ja. Ik vond het gewoon een heel bijzonder verhaal. Dus ik heb Martijn even een appje gestuurd en die belde me meteen terug. En die zei van ja, wij hebben nog nooit ruzie gehad. Hij heeft een vriendin gebeld, omdat ik hem appte hierover. En zij zei ook, maar wanneer was dat dan? Want zij hebben allebei geen idee. Ze kwamen net van de groothandel. Ze hadden net kaarsen en kandelaars gekocht die ook uitgebreid besproken worden in dit stukje. En ze zijn gewoon heel erg gelukkig met elkaar. Ze keken toevallig een beetje chagrijnig bij het uitstappen. Ja, Martijn zei, was die foto 3 seconden later gemaakt of 3 seconden eerder? Dan had je mij breed lachend gezien. Maar nu toevallig staat het zo op de foto. En ja, hij zegt echt van ja, ze moeten gewoon weer een paar pagina's vullen. Dus dan maar op deze manier. Ja, opvallend. Ja. Heel opvallend. Ja. Lara, dank je wel weer voor deze ontzettend heldere uitleg. Dames en heren, u bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u nog een hele fijne dag heeft en tot volgende week.